Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Dus we lezen Srimad Bhagavatam, vierde hoofdstuk, eerste kant op vierde hoofdstuk. Ja. De verschijning van Sri Narada. Dus even voor de context, we bevinden ons hier in het woud van Naimisaranya, waar alle grote wijzen vergadering bijeen zijn om te beginnen aan een groot offer voor het welzijn van de mensen in Kali Yuga. En aan het einde van dit hoofdstuk maakt dan Sri Narada Muni zijn opwachting. En dit is hoofdstuk is eigenlijk een soort aanloop daarnaartoe. Dus we gaan beginnen met tekst 1. Vyasa uvacha iti bruvanam samstuya muninam dirgasatrinam vridankula patisutam bavricha shaunaka bravit. Nadat hij Suta Goswami aldus had horen spreken, wenste Shaunaka Muni, die de oudere geleerde leider van alle rishis was, tijdens die zeer lange offergeplechtigheid hem met de volgende woorden geluk. We gaan de betekenisverklaring even lezen. Bij een samenkomst van geleerde personen dient degene die gelukwensen of aanmoedigingen tot de spreker richt aan de volgende eisen te voldoen. Hij behoort de heer des huizes en een oudere man te zijn. Hij moet ook uitblinken in kennis. Sri Shaunaka Rishi voldeed hieraan en stond dan ook op om Suta Goswami al het goede toe te wensen toen deze het verlangen uitsprak het Srimad Bhagavatam precies zo weer te geven als hij het van Shukadev Goswami vernomen en ook persoonlijk gerealiseerd had. Persoonlijke realisatie betekent niet dat men uit ijdelheid met zijn geleerdheid te koop moet lopen, ten einde de voorgaande acharya in de schaduw te stellen. Men dient het volste vertrouwen in de voorgaande acharya te hebben en alles tezelfde tijd zo fraai te realiseren dat men het naar gelang tijd en omstandigheden op geschikte wijze uiteen kan zetten. De oorspronkelijke bedoeling van de tekst dient gehandhaafd te blijven. Men dient er geen duistere betekenis uit te willen persen en het ter wille van het goede begrip van zijn gehoor aangenaam te presenteren. Dat wordt realisatie genoemd. Het hoofd van de bijeenkomst, Shaunaka, wist wat de spreker, Sri Suta Goswami, waard was. Louter omdat hij hem had horen zeggen, yataditam en yatamati, voor zover mijn realisatie reikt. En daarom wenste hij hem in vervoering alle heil. Geen werkelijk geleerd mens zou het oor willen lenen aan iemand die de oorspronkelijke acharya niet vertegenwoordigt. Daarom was zowel spreker als gehoor op deze bijeenkomst, waar het Bhagavatam ten tweede male gesproken werd, bona fide. Dat dient de norm te zijn bij het reciteren van het Bhagavatam, zodat hierdoor het eigenlijke doel zonder problemen gediend wordt. Tenzij er zo'n situatie geschapen wordt, is het spreken van het Bhagavatam, dat dan noodzakelijkerwijs een ander doel dient, zowel voor spreker als gehoor, verloren moeite. Om Agyana Timirandasya Genanjana Shalakaya Chakshurun Militam Nena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhakti Charu Swaminiti Namine. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschachade Shatarine. Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devim sarasvatim vyasam tato jayamudirayet. Alvorens dit Srimad Bhagavatam, waarmee de overwinning zal worden behaald, te laten opklinken,
dient men zijn eerbiedige eerbetuigingen te brengen aan de persoonlijkheid Gods Narayan, aan Nara Narayan Rishi, het hoogst verheven menselijke wezen, aan moeder Saraswati, de godin van de geleerdheid, en aan Srila Vyasdev, die het op schrift heeft gesteld. Nastapra Yeshua Badrishu Nat Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamashloke Bhakti Bhavati Naishtiki. Door geregeld te luisteren naar het Bhagavatam en de zuivere toegewijde te dienen, raakt alles wat het hart benauwt vrijwel vernietigd en wordt het liefdevol dienen van de stralende Heer, wiens lof met bovenzinnelijke liederen geprezen wordt, een onherroepelijk feit. Srimad Bhagavatam Ki Jai. Nou, we beginnen meteen met natuurlijk een hele belangrijke gegevens. Zoals zo vaak bevatten de betekenisverklaringen van Srila Prabhupada talloze juwelen voor ons om te bestuderen en mee te nemen. Wat we hier leren in de eerste plaats is de etiketten. De etiketten voor het introduceren van de spreker. Etiketten is belangrijk, omdat het een bepaalde sfeer creëert. En ook waarborgt dat we op de juiste manier met andere Vaishnavas omgaan. En hier zien we dus dat het de oudste uit het gezelschap hoort te zijn. En hij moet ook uitblinken in kennis. Tevens moet de felicitatie gedaan worden door de leider van de groep. Dit dan, zeg maar, wat betreft de etiketten. En dan lezen we ook over de kwalificatie van de spreker. Dit moet dus iemand zijn die niets probeert te halen voor eigen gewin uit het citeren van de Srimad Bhagavatam, maar die integendeel heel zuiver door wil geven met vol respect voor de voorgaande acharya's. Dit is heel belangrijk. En dan lezen we ook dat degene die het Bhagavatam vernemen van een dergelijke zelfde kwaliteit moeten zijn, dat ze dus heel oprecht zijn in het willen horen van de boodschap van de Srimad Bhagavatam. Want, zegt Srila Prabhupada hier, geen werkelijk geleerd mens zou het oor willen lenen aan iemand die de oorspronkelijke acharya niet vertegenwoordigt. Daarom was zowel de spreker als gehoor op deze bijeenkomst van het Bhagavatam, dat hier ten tweede male besproken werd, bona fide. En dat dient de norm te zijn bij het reciteren van het Bhagavatam, zodat hierdoor het eigenlijke doel zonder problemen gediend wordt. En dat is natuurlijk heel belangrijk. Want net als bij, laten we zeggen, de geboorte van een kind, als de moeder vruchtbaar is en de vader is vruchtbaar, dan zal er conceptie plaatsvinden en op dezelfde manier. Als de spreker bona fide is en de toehoorder is bona fide, dan zal er gebeuren wat we hebben geciteerd in het begin. Dat door geregeld te luisteren naar het Bhagavatam en de zuivere toegewijde te dienen, dan raakt alles wat het hart benauwt vrijwel vernietigd en wordt het liefdevol dienen van de stralende Heer, wiens lof met bovenzinnelijke liederen geprezen wordt, een onherroepelijk feit. Dan gaan we verder met tekst 2. Shaunaka uvacha sutta sutta mahabhaga vadano vadatambara katam bhagavatim punyam yat aha bhagavan chuka. Shaunaka sprak, o Sutta Goswami, o Sutta, van allen die kunnen spreken en reciteren, bent u de gelukkigste en aanzienlijkste. Verhaal ons alstublieft de vrome boodschap van het Srimad Bhagavatam, zoals er gesproken werd door de grote en machtige wijze Sukadev Goswami. Uit grote vreugde, omdat hij en de deelnemers aan de samenkomst er gretig naar verlangde de tekst van het Bhagavatam vernemen, zoals deze door Sukadev Goswami gesproken was, noemde Shonaka Goswami
de spreker tweemaal achtereen bij naam. De aanwezigen waren er niet in geïnteresseerd naar een schetsfiguur te luisteren, die voor persoonlijke doeleinden met eigen interpretaties kwam aandragen. Over het algemeen zijn de zogenaamde baritonsprekers, hetzij beroepsvoorlezers, hetzij zogenaamd geleerde impersonalisten, die geen benul hebben van de bovenzinnelijke persoonlijke activiteiten van de allerhoogste persoon. Zulke impersonalisten proberen het Bhagavatam zo te verdraaien dat het steun geeft aan hun impersonalistische opvattingen, en de beroepsvoordragers gaan in één sprong door naar de tiende kanto om het daar beschreven vertrouwelijkste deel van het herenspel en vermaak een verkeerde uitleg te geven. Geen van beide soorten sprekers voldoet aan de eisen voor het lezen van het Bhagavatam. Alleen iemand die bereid is het Bhagavatam te presenteren volgens de opvatting van Sukadev Goswami, en alleen degene die bereid zijn naar Sukadev Goswami of zijn vertegenwoordiger te luisteren, dienen als bona fide deelnemers aan het bovenzinnelijk bespreken van het Srimad Bhagavatam te worden beschouwd. Dan kunnen we begrijpen dat dit voornamelijk doelt op zeg maar India, waar je dus echt wel ook heden ten dagen zeg maar mensen hebt die het Srimad Bhagavatam reciteren, maar dan zoals het hier beschreven staat, voor eigen doeleinden, om er gewin aan te hebben, die er eigenlijk die niet op de juiste manier begrijpen wat erin staat, en die er een monistische draai aan geven. En inderdaad is het populair om meteen te springen naar de tiende kanto, waarin dus het spel en vermaak van Krishna en de gopis en de inwoners van Vrindavan wordt beschreven. En dat is niet de bedoeling. Zonder dat we het Srimad Bhagavatam helemaal doorlezen, van begin tot einde. De eerste twee kantos worden vergeleken met de voeten van de Heer, de lotusvoeten. En dan gaan we langzaam door de meerdere kantos tot we... Dan gaan we omhoog naar de benen, naar de buik, naar de borst, naar het hoofd. En het tiende kanto is het hoofd van de Heer, zijn lotusgezicht. En pas wanneer we zeg maar alle hebben behandeld, zullen we werkelijk begrip hebben van de positie van Krishna. Waardoor we dan ook kunnen begrijpen hoe dat het spel en vermaak van Krishna en de gopis volledig transcendentaal is. Dus ja, hoe we het Srimad Bhagavatam benaderen is heel erg belangrijk. Kennis is heel belangrijk. Daarom is het ook zo belangrijk om regelmatig kennis te nemen van Bhagavad Gita en Srimad Bhagavatam. Zodat we die kennis opdoen, en door te chanten zullen we dan dat meer en meer gaan eigen maken en kunnen gaan in werkelijkheid begrijpen wat Krishna's positie is en wat die van ons is. Dan gaan we verder. Tekst 3. Kasmin yuge pravrittayam shtane va kena hetuna kuta sanchodita krishna kritavan samhitam muni. Wanneer en waar begon men hier het eerst mee en waarom? En van waar ontving Krishna Dvaipayana Vyas, de grote wijze, de inspiratie om deze schrift te boekstaven? Betekenis: omdat het Srimad Bhagavatam Srila Vyas Dev's speciale bijdrage aan de Vedische literatuur is, stelt de geleerde Shaunaka Muni er zoveel vragen over. Het was de wijze bekend dat Srila Vyas Dev reeds de tekst van de Veda's tot en met het Mahabharat op uiteenlopende wijze ten behoeve van de minder intelligente vrouwen, sudra's en de gevallen leden van de families van de tweemaal geborenen te boek gesteld had. Het Srimad Bhagavatam is bovenal deze teksten verheven, omdat het niets met wereldse aangelegenheden te maken heeft. Daarom zijn deze vragen zeer schrander en steekhoudend. Oei, dit is natuurlijk een in deze tijd zeker gevoelig stukje in de betekenisverklaring. Alle zielen zijn gelijk, alle zielen zijn
spirituele stukjes van Krishna, sparks, vlammetjes van Krishna. Maar we zitten in verschillende lichamen. We zouden dus zeg maar ook niet willen beweren dat bijvoorbeeld het lichaam van een olifant en het lichaam van een mens aan elkaar gelijk is. Er is op het niveau, op het materiële vlak is er verschil. Het mooie is van het Srimad Bhagavatam en van het hele Krishna bewustzijn is dat je de gelegenheid krijgt, dat vind ik althans het allergeweldigste, om je helemaal te emanciperen van de hele materiële toestand. Dus van alle materiële identificaties, hè, dingen waar we ons mee identificeren. En je helemaal bewust kunt worden van het feit dat je een spiritueel levend wezen bent. En de huidige samenleving is eigenlijk ook, probeert ook gelijkheid te bewerkstelligen. Alleen doen ze dat op een materiële manier. Ze willen iedereen materieel gelijk maken. En dat is niet iets waar het Srimad Bhagavatam of de Vedische cultuur naar streeft. Die streeft ernaar om die zeg maar gelijkheid of die, ja, die gelijkheid te beseffen op het spirituele niveau. En tegelijkertijd te begrijpen dat iedereen in een ander lichaam zich bevindt. En als we dat, als we begrijpen dat we tegelijkertijd dezelfde spirituele zielen zijn, en dus evenveel waard, maar dat we in andere lichamen ons bevinden, dan kunnen we met elkaar omgaan naar gelang de situatie behoeft op het materiële vlak. En nu lezen we hier dus dat de minder intelligente vrouwen, de soedra's en de gevallen leden van de families van de tweemaal geborenen. Nou, ik denk dat wij allemaal in Kali Yuga, niet allemaal, maar veelal tot deze groepen behoren. Dus niets om ons zorgen over te maken. Het is de bedoeling om het allemaal te transcenderen. Tekst 4. Tasya putro mahayogi samadrin nirvikalpaka ekantamatir unidro gudo muda Iveyate. Zijn, Vyasadeva's zoon, was een groot toegewijde, een evenwichtig monist, wiens geest altijd opging in het ene. Hij was aan het wereldse doen en laten ontstegen, maar omdat hij zich niet uitte, wekte hij de indruk onwetend te zijn. Dus Srila Vyasadeva's zoon, Sukadeva Goswami, die zeg maar voor het eerst de Bhagavatam ontving van zijn vader, Srila Vyasadeva, was in het begin een monist. En zoals we in de tekenisverklaring lezen, we kunnen het gewoon even doorlezen. Srila Sukadeva Goswami was een verloste ziel en daarom altijd op zijn hoede om niet in de val van de begoochelende energie te lopen. In de Bhagavad Gita wordt deze waakzaamheid zeer helder beschreven. De vrije ziel houdt zich met andere activiteiten bezig dan de gebonden ziel. De verloste ziel gaat altijd verder voorwaarts op de weg der geestelijke bevorderdheid, die de gebonden ziel als iets onwezenlijks voorkomt. De gebonden ziel heeft geen idee van wat de vrije ziel eigenlijk uitvoert. Hoewel de gebonden ziel de geestelijke activiteiten als droomachtig beschouwt, is de verloste ziel juist klaarwakker. Evenzo komen de activiteiten van de gebonden ziel, de verloste ziel, als onwezenlijk voor. Het lijkt misschien wel of de gebonden en de vrije ziel zich op hetzelfde niveau bevinden, maar in feite doen ze verschillende dingen. Beide zijn waakzaam, maar de een is op zinsbevrediging en de ander op zelfverwerkelijking gespitst. De gebonden ziel gaat op in de materie, terwijl de vrije ziel er volkomen onverschillig tegenover staat. Deze onverschilligheid wordt als volgt verklaard. Daar gaan we dan hierna over lezen. Dus ja, dat kunnen we wel herkennen. Er zijn mensen die, zodra je over iets spiritueels spreekt, dat als droomachtig, zweverig willen wegzetten.
Dat is eigenlijk een hele sterke tendens in de materialistische samenleving, die alles wil verklaren volgens wat men materieel kan waarnemen en alles wat men niet materieel waarneemt als wegzet als iets zweverigs of dromerigs. Ja, daar hebben we denk ik dagelijks mee te maken. Maar het lijkt misschien wel of de gebonden ziel, de vrije ziel, zich op hetzelfde niveau bevinden, maar in feite doen ze verschillende dingen. Dus we gaan verder lezen over hoe de bevrijde ziel onverschillig staat tegenover de materie. Ik lees even alleen de vertaling. Op een dag zagen enkele mooie meisjes die zich naakt aan het baden waren, Sukadeva Goswami, die eveneens naakt was, langskomen. Maar ze bedekte zich niet. Toen echter Shrivyasadeva, die zijn zoon achterna liep, langskwam, bedekte ze zich wel, hoewel Shrivyasadeva niet naakt was. De wijze wilde weten hoe dit zat en de jonge dames antwoordden dat zijn zoon gelouterd was en geen onderscheid tussen mannelijk en vrouwelijk zag. Maar de wijze maakte dit onderscheid wel. Nou, heel interessant. Dus Sukadev, die liep naakt. Hij liep naakt rond. Hij was 16 jaar, was hij in de baarmoeder gebleven, omdat hij bang was om eruit te komen. Omdat hij niet, zeg maar, verstrikt meer wilde raken in de materie. En pas toen zijn vader het Srimad Bhagavatam had gereciteerd, toen wilde hij verschijnen. En hij liep, in plaats van dat hij nog thuis bleef, liep hij meteen weg. Hij was al 16 en hij liep meteen weg. En hij was naakt. En dus hij kwam daar aan bij die meisjes. We zullen even de betekenis lezen. In de Bhagavad Gita wordt gezegd dat een geleerde wijze vanwege zijn geestelijke visie een geleerde en zachtmoedige Brahmaan, Chandala, hond of koe met gelijke blik beziet. Srila Sukadeva Goswami bevond zich op dat niveau. Daarom zag hij geen mannen en vrouwen. Hij zag slechts levende wezens in verschillende omhulsels. De badende jonge dames konden de gedachten van een man aanvoelen door slechts naar zijn manier van doen te kijken. Zoals men slechts door naar een kind te kijken kan aanvoelen hoe argeloos het is. Sukadeva Goswami was een jongen van 16 en zijn lichaam was dus volledig ontwikkeld. Evenals de jonge dames was hij naakt. Maar omdat Sukadeva Goswami aan het seksuele ontstegen was, maakte hij een uiterst argeloze indruk. Door hun bijzondere gaven konden de jonge dames dit dadelijk merken, zodat ze zich er geen probleem van maakten. Maar toen zijn vader er ook aan kwam, bedekte ze zich schielijk. De meisjes waren eigenlijk net zijn kinderen of kleinkinderen, maar ze reageerden volgens hun cultuurpatroon op het verschijnen van Vyasadeva, omdat hij de rol van huisman speelde. Een huisman moet onderscheid tussen mannelijk en vrouwelijk maken, anders kan hij geen huisman zijn. Men behoort de ziel van het lichaam te leren onderscheiden, dus zonder zich iets van mannelijk of vrouwelijk aan te trekken. Zolang dit lichamelijk onderscheid blijft voortbestaan, dient men niet te proberen een sannyasi als Sukadeva Goswami te worden. Men behoort er althans theoretisch van doordrongen te zijn dat een levend wezen mannelijk nog vrouwelijk is. Het uiterlijk omhulsel is door de materiële natuur uit stof vervaardigd, op zo'n manier dat de andere sekse zich ertoe aangetrokken voelt en men in het stoffelijk bestaan gevangen blijft. Een bevrijde ziel is boven dit verdorven onderscheid verheven. Ze kent geen verschil tussen het ene levende wezen en het andere. In haar ogen zijn ze allen één en dezelfde geestelijke ziel. Deze geestelijke visie vindt haar volmaaktheid in de fase der verlossing. En die werd door Srila Sukadeva Goswami bereikt. Ook Srila Vyasadeva bevond zich op transcendentaal niveau. Maar omdat hij als huisman optrad, gedroeg hij zich, zoals te doen, gebruikelijk niet als verloste ziel. Oké, dus dit is, hier wordt dus
beschreven dat die meisjes die ervaarden, ook door hun kwalificatie, dat Sukadev Goswami volledig zich in transcendentaal bewustzijn bevond en hun als geestelijke wezens zag. En ik denk dat dat een ervaring is die bijvoorbeeld de discipelen van Srila Prabhupada hebben meegemaakt. En ik moet zeggen dat ik dat ook in mijn relatie met mijn geestelijk leraar heb ervaren. Hoe ik mij totaal als levend wezen behandeld voelde, als geestelijke ziel. Totaal gewaardeerd als levend wezen. En dat was natuurlijk mogelijk omdat mijn Guru Maharaj en ook Srila Prabhupada uiteraard zich op dat niveau van spirituele realisatie bevonden. Maar dan zien we dus dat de vader van Sukadev Goswami een huisman was. En dan gaan we dus terug naar bijvoorbeeld waar we net over lazen, over dat onderscheid, dat lichamelijke onderscheid. Als we een grihastha zijn, een huisman of vrouw, dan stel dat je je kind niet als kind zou zien, maar alleen als geestelijk levend wezen, dan zou je misschien niet meer beseffen dat je van alles moet doen. Je hoort je kind natuurlijk ook als kind te behandelen. En dus als we in het grihastha, als we in het huisleven betrokken zijn, dan moeten we dat onderscheid maken tussen de verschillende lichamen met wie we van doen hebben. En omdat Srila Vyasadev een huisman was, ervaarden zeg maar die meisjes dat meteen als, oh, laat ik mij snel aankleden, want hè, ze ervaarden dat verschil. Dus die volmaakte visie, geestelijke visie, die vindt haar volmaaktheid in de fase der verlossing. En deze werd door Sukadev Goswami bereikt. En de bedoeling is dat wij deze fase ook een keer zullen bereiken. En ik denk wel dat het een van de grote opdrachten is voor toegewijden om tegelijkertijd te kunnen handelen op het niveau van spirituele gelijkheid als op het lichamelijk vlak. En wanneer we vanuit, ik ben er zelf van overtuigd dat als we vanuit het spirituele niveau handelen, dat we dan iedereen ook vol respect op het materiële vlak kunnen benaderen. Terwijl als het omgekeerd zou zijn, als we iedereen zeg maar zien als verschillend qua lichaam, dat brengt dan wat problemen met zich mee. Daar kunnen we het eventueel later nog over hebben. We gaan verder. We zijn bij tekst 6. We zullen er eens even doorheen gaan. Hoe herkenden de inwoners van Hastinapur, thans Delhi, hem, Srila Sukadev Goswami, de zoon van Vyas, toen hij na zijn zwerftocht door de provincies Kuru en Jangal ogenschijnlijk gek, stom en achterlijk de stad binnenkwam? Dus hier wordt beschreven hoe hij de stad Hastinapur, tegenwoordig Delhi, binnenkwam. De stad Delhi heette vroeger Hastinapur, omdat die gesticht was door koning Hasti. Nou, dan lezen we aan het einde van de betekenisverklaring dat Srila Sukadev Goswami was een sadhu die over de bovenzinnelijke activiteiten van de Heer kon spreken. Hij kwam niet tegemoet aan de grillen van de gewone man. Hij werd als de ware spreker herkend toen hij het Bhagavatam reciteerde en hield zich nooit onledig met woordgegogel. Zo op het oog leek hij een achterlijke, stomme gek. Maar in werkelijkheid was hij de meest verheven,
bovenzinnelijke persoonlijkheid. Er wordt ook wel beschreven dat men iemand pas herkent wanneer hij gaat spreken. Dus iemand kan zich voordoen met geweldige tilak en prachtige kleding. Of iemand kan zich misschien kleden als in een prachtig pak met stropdas enzovoort. Maar, en zich voordoen als een grote geleerde. Maar wanneer iemand gaat spreken, dan weet je pas wat erin zit eigenlijk. Dus de vraag is hier, hoe herkenden de inwoners van Hastinapur hem? En de volgende vraag is, hoe kwam koning Pariksit met deze verheven wijze in aanraking, zodat hem de grote bovenzinnelijke essentie van de Veda's zingend kon worden voorgehouden? Hij, Sukadev Goswami, bleef nooit langer bij een huisman aan de deur dan het melken van een koe duurt. En hij deed dit slechts om de woning te heiligen. Dus de sannyasis vroeger, die gingen bedelen, bedelen langs de deur van de grihastha's. En dan bleven ze net zo lang totdat een koe gemelkt was. En dan hadden ze zo'n bakje bij zich waar dan de melk in ging. En hier wordt beschreven dat hij dit slechts deed om de woning te heiligen. Dus niet voor eigen, omdat hij die melk zo nodig had. Maar eigenlijk uit genade om zijn associatie te geven aan de grihastha's. Die hun baat konden doen met zijn associatie. Hij bleef nergens langer dan een half uur en nam dan zijn aalmoes van de gelukkige huisman in ontvangst. Hij deed dit slechts om de woning door zijn heilrijke aanwezigheid te heiligen. Hiermee toonde Sukadev Goswami zich de ideale prediker, verankerd in het bovenzinnelijke. Het vragen van een aalmoes aan een huisman behoort slechts tot het doel te hebben om zijn woning te heiligen. Dus dat zijn instructies, belangrijke instructies voor degene die zich in die orde bevinden. En voor wie zich in de wereldverzakende levensorde bevindt, is dit gevaarlijker dan gif drinken en zelfmoord plegen. Want iemand die al helemaal onthecht is, sowieso is het voor iedereen in het geestelijk leven heel belangrijk om je omgang, om je associatie te kiezen. Want waar we mee omgaan, daar worden we door beïnvloed. Dus een sannyasi, dat zie je ook aan het gedrag van Heer Chaitanya en meerdere sannyasis in de geschriften, is dat ze zich verhouden van het wereldse leven, zeg maar. Oké, we gaan verder, tekst 9. Naar verluid is Maharaj Pariksit een toegewijde van de eerste orde van de Heer en zijn geboorte en doen en laten in alle opzichten fantastisch. Vertel ons alstublieft over hem. Dus we gaan nu, hier nu van de beschrijving van Sukadev Goswami naar de beschrijving van Maharaj Pariksit, die de Bhagavatam vernam van Sukadev Goswami. Dus we hebben nu de kwaliteiten van Sukadev Goswami gehoord en gaan dan naar de beschrijving van degene die hem gaat horen. Dus de wijze die wilde over hem horen, want hij was een toegewijde van de eerste orde. En zijn geboorte en doen en laten zijn in alle opzichten fantastisch. Dus zij willen graag over hem horen. We kunnen een klein stukje lezen. De geboorte van Maharaj Pariksit was fantastisch, omdat hij in de moederbuik door de persoonlijkheid God Sri Krishna voor de dood werd behoed. En ook zijn handel en wandel zijn fantastisch, omdat hij het opnam tegen Kali, die een koe probeerde te doden.
Het doden van koeien betekent het einde van de menselijke beschaving. Nou, dat is wel een heel belangrijk punt. Hij wilde de koe beschermen tegen de moordenaarshanden van de grote vertegenwoordiger der zonde, Kali. In de Vedische cultuur is het beschermen van koeien en brahmanen, dus personen die geleerd zijn in de Veda's, is de basis voor de Vedische samenleving. Niet alleen dat, maar we gaan verder ook nog lezen hoe het ook de basis is voor alle welvaart en voor alle welvaart op alle gebieden in de samenleving. Ook was zijn dood fantastisch, omdat hij er van tevoren van op de hoogte was. Hetgeen voor een sterveling iets fantastisch is, waarna hij zich op zijn heengaan voorbereidde door aan de oever van de Ganges naar de verhalen over het bovenzinnelijk doen en laten van de Heer te luisteren. We gaan verder naar tekst 10. Sa samrat kasyava heto pandunamana vardana prayopavisto gangayam anadritya diratsriyam. Hij was een groot keizer en bezat alle volheden van het koninkrijk dat hij verkregen had. Hij was zo verheven dat hij het aanzien van de Pandu-dynastie nog meer verhoogde. Dus waarom gaf hij dan alles prijs om aan de oever van de Ganges te gaan zitten, vasten tot de dood erop volgde? Dus hij was een groot keizer en bevat alle volheden van het koninkrijk. Hij was keizer van de hele wereld. Volgende sloka. Hij was zo'n groot vorst dat al zijn vijanden voor hun eigen bestwil zich aan zijn voeten neerbogen en hem al hun rijkdom schonken. Hij was in de kracht en bloei van zijn leven en kon in koninklijke luister niet worden overtroffen. Waarom wilde hij alles dan prijsgeven met inbegrip van zijn leven? Betekenis. Er was in zijn leven niets wat hij zich niet wenste. Hij was jong en kon uit alle macht rijkelijk van het leven genieten. Dus er was geen enkele reden waarom hij zich zou terugtrekken. Hij kende geen problemen bij het vergaderen van de staatsbelasting. Want hij was zo machtig en ridderlijk dat zelfs zijn vijanden zich aan zijn voeten plachten neer te buigen. En hem voor hun eigen bestwil al hun rijkdom overgaven. Maharaj Pariksit was een godvruchtig vorst. Hij was zijn vijanden de baas en daarom voerde het koninkrijk in alle opzichten wel. Er was genoeg melk, graan en metaal en alle rivieren en bergen zaten vol gaven. Dus materieel ging alles naar wens. Er was dan ook geen sprake van dat hij al afstand van de troon zou moeten doen. De wijze nu wilde hier graag alles over horen. Dus we lezen hier. Eigenlijk het Srimad Bhagavatam staat vol met beschrijvingen van koningen, vorsten. En goede vorsten. En we kunnen ook dus dan lezen hoe zo'n koninkrijk eruit ziet. En we lezen hier was genoeg melk, graan en metaal en alle rivieren en bergen zaten vol met gaven. Dus materieel ging alles naar wens. Dan komen we bij een heel belangrijk vers. Vers 12. Shivaya lokasya bhavaya bhutaye ya uttama shloka parayana jana jivanti namam nar namaritam asau parashrayam mumocha nirvida kuta kalevaram. Degene die de zaak van de persoonlijkheid Gods zijn toegedaan, leven uitsluitend voor welzijn, ontwikkeling en geluk van anderen. Ze kennen geen zelfzuchtigheid. Dus hoe kon de keizer dan, ook al was hij van alle aardse bezittingen onthecht, zijn sterfelijk lichaam prijsgeven, waarmee hij immers anderen tot toevlucht was? Betekenis. Pariksit Maharaj was een ideaal vorst en huisman, omdat hij een toegewijde van de persoonlijkheid Gods was. Een toegewijde van de Heer verenigt zonder meer alle goede eigenschappen in zich. De keizer was hier bij uitstek het voorbeeld van. Hij was persoonlijk onthecht van alle aardse rijkdom in zijn bezit. Maar aangezien hij koning ten bate van het algehele welzijn van zijn onderdanen was, hield hij zich altijd bezig met welzijnsactiviteit voor iedereen, niet alleen voor dit leven, maar ook voor het volgende.
Dus het eerste punt hier is dat een toegewijde van de Heer zonder meer alle goede eigenschappen in zich heeft. Hij was een ideaal vorst en huisman, omdat hij een toegewijde van de persoonlijkheid Gods was. Dat is een heel belangrijk punt. Dat hij, zeg maar, een ideaal vorst en huisman was, omdat hij een toegewijde van de persoonlijkheid Gods was. Wanneer men, zeg maar, een toegewijde wordt, ontwikkelt men alle goede eigenschappen. Men hoeft in feite niet alle goede eigenschappen apart van elkaar te proberen te ontwikkelen. Dus de voornaamste kwaliteit hier is, behalve dat hij natuurlijk ook zeer zeker opgeleid en getraind was als vorst en als vechter, et cetera. Maar de voornaamste kwaliteit is hier dat hij een vertegenwoordiger van Krishna kan zijn als vorst. Dus hij was persoonlijk onthecht van alle aardse rijkdom in zijn bezit. Dus ook al had hij oneindig veel rijkdom voor een mens, hè, hij was keizer van de hele wereld, maar aangezien hij koning ten bate van het algeheel welzijn van zijn onderdanen was, hield hij zich altijd bezig met welzijnsactiviteiten voor iedereen. Niet alleen voor dit leven, maar ook voor het volgende. Hij kon niet toestaan dat men slachthuizen opende of koeien doodde. Hij was geen dwaze partijganger die het ene soort wezen liet beschermen en het andere doden. Omdat hij een toegewijde van de Heer was, wist hij wonderwel hoe hij regeren moest om iedereen gelukkig te laten zijn. Mensen, dieren, planten en alle verdere levende wezens. Hij was niet zelfzuchtig. Zelfzuchtigheid doet zich, hetzij rechtstreeks, hetzij indirect voor. Hij was het op geen van beide wijzen. Dus rechtstreeks voor zichzelf of misschien voor de familie of voor een bepaalde groep alleen. Ja, dat kun je tegenwoordig goed zien in de samenleving. Dat mensen zijn, komen ook, iedere partij komt weer op. Partij voor de ouderen, partij voor zus, partij voor zo. Maar meestal zijn die partijen, dan is het dus een aparte partij tegenwoordig voor de dieren. Niet verkeerd natuurlijk. Maar we zien dat iedereen komt voor iets anders op. Maar degene die voor de ouderen opkomen, die eten waarschijnlijk de dieren op. Enzovoort, enzovoort. En zo is het tegenwoordig eigenlijk een trieste bedoeling. Dus hij was er slechts in geïnteresseerd de allerhoogste waarheid, persoonlijkheid, Gods voldoening te schenken. En hier komt het, de koning is de vertegenwoordiger van de opperheer. En daarom dient zijn belang één te zijn met dat van hem. De opperheer wil dat alle levende wezens hem gehoorzamen en zo gelukkig worden. Daarom is de koning erin geïnteresseerd al zijn onderdanen terug te brengen naar het koninkrijk van God. Daarom dienen de activiteiten van de burgers zo gecoördineerd te worden dat ze uiteindelijk terug kunnen keren naar huis, terug naar God. Onder leiding van een koning die God vertegenwoordigt, is het koninkrijk vervuld van volheid. Er is dan geen enkele noodzaak dat menselijke wezens dieren eten. Er is ruimschoots voldoende graan, melk, fruit en groente, zodat de menselijke wezens en de dieren zich rijkelijk en naar hartelust te goed kunnen doen. Als alle levende wezens tevreden zijn met hun voedsel en onderkomen en zich aan de geldende regels houden, kan er geen oneenigheid bestaan. Keizer Parikshit was een waardig vorst en daarom voelde iedereen zich tijdens zijn bewind gelukkig. Dus dit is ook een hele belangrijke instructie. Als alle levende wezens tevreden zijn met hun voedsel en onderkomen en zich aan de geldende regels houden, kan er geen oneenigheid bestaan. Dus de keizer Parikshit was een waardig vorst en daarom voelde iedereen zich tijdens zijn bewind gelukkig. Dus het is een heel belangrijk gegeven dat de vorst of de vertegenwoordiger, een vertegenwoordiger van Krishna dient te zijn. He, want uiteindelijk het hele universum, de geestelijke wereld, de materiële wereld, het hele universum is een opgezet door Krishna, wordt bestuurd door Krishna via zijn vertegenwoordigers, de halfgoden, via de verschillende Vishnu's die deze wereld
scheppen, in stand houden en ook te zijnde tijd weer vernietigen. Dus er is een hele structuur in het universum. Dus er is een bepaalde gebruiksaanwijzing bij. En die gebruiksaanwijzing is uiteindelijk dat iedereen, de eigenaar van het universum, Krishna, zal dienen. En wanneer we dat doen, dan is er geen oneenigheid. En daarom is dus het hebben van zo'n koning of keizer, die echt een vertegenwoordiger en toegewijde is van Krishna, een hele grote weldaad voor iedereen. En bij afwezigheid van dergelijke leiders, ja, dan zien we gewoon tegenwoordig in de wereld hoe het eraan toe is. Hè? Er is overal oorlog, er is overal ellende. En we zien, hier kunnen we zien waar dat aan ligt en wat de oplossing is. Maar zover zijn we helaas nog niet. Dat gaat nog komen. Tekst 13. We weten dat u door en door op de hoogte bent van de betekenis van alle onderwerpen op enkele onderdelen van de Veda's na. En daarom kunt u ons duidelijk antwoorden op alle vragen die we u hebben voorgelegd. Tekst 14. Sutta Goswami zei, toen het tweede tijdvak met het derde van plaats verwisselde, werd aan Parasara uit de schoot van Satyavati, de dochter van Vasu, de grote wijze Vyasadeva, geboren. Er zijn vier tijd. De vier tijdvakken volgen elkaar steeds chronologisch op. We hebben dus in het universum, net als herfst, zomer, winter en lente, ook vier tijdperken. En soms verwisselen er twee en in die tijd verscheen Krishna. Kijken. De moeder van de grote wijze was Satyavati, van dus Vyasadeva. Vyasadeva verscheen in het derde sandhya van bedoeld tijdvak. Sandhya is dus de overgang tussen de twee tijdvakken waarin hij dan verscheen. Op een dag nam hij, Vyasadeva, bij zonsopkomst zijn rituele ochtendbad in de rivier de Saraswati en zette zich vervolgens aan de oever neer om zich te concentreren. De grote wijze Vyasadeva zag afwijkingen in de activiteiten van het tijdvak. Zoiets kan op aarde in verschillende perioden plaatsvinden in verband met ongeziene krachten welke zich in de loop der tijd voordoen. Betekenis, grote wijze van het formaat van Vyasadeva zijn verloste zielen en kunnen daarom duidelijk verleden en toekomst onderscheiden. Derhalve kon hij voorzien dat er in Kali Yuga afwijkingen zouden optreden en zorgde ervoor dat er voor de mensheid in het algemeen een mogelijkheid geschapen werd dat ze in deze tijd, die vol duisternis is, geestelijke vooruitgang zou kunnen maken. De mensen van deze tijd van Kali zijn te veel geïnteresseerd in de stof die tijdelijk is. Uit onwetendheid kunnen ze hun omstandigheden niet naar waarde schatten en door geestelijke kennis worden verlicht. De mensen van deze tijd van Kali zijn te veel geïnteresseerd in de stof die tijdelijk is. Dus de grote persoonlijkheden hebben kennis van verleden, heden en toekomst. En hij zag de afwijkingen in de activiteiten van de tijd. We lezen ook bijvoorbeeld in het Mahabharata dat Maharaj Yudhishthir, als hij ergens naartoe ging met zijn broers en er gebeurde iets thuis in de ashram, iets vervelends, dat ze aan de symptomen van bijvoorbeeld blaffende hyena's of allerlei symptomen waren er, waaraan ze konden zien dat er iets onwenselijks gebeurde. En zo hebben dus deze grote wijze kennis van alle symptomen van verleden, heden en toekomst. We gaan verder met beschrijving van Srila Vyasadeva. Door zijn bovenzinnelijke blik kon de grote wijze die zich in volledige staat van kennis bevond voorzien dat onder invloed van de tijd al het stoffelijke verslechteren zou. Tevens kon hij waarnemen dat de ongelooflijke mensheid in het algemeen slechts korte levens zou hebben en wegens gebrek aan goedheid kort aangebonden zou zijn. Daarom ging hij bij zichzelf te raden hoe het welzijn
der mensen in alle geledingen en orde des levens het best gediend zou zijn. Dus Srila Vyasadeva, die hier wordt zeg maar beschreven, het begin van Kali Yuga, dus hij kon waarnemen dat de mensen ongelovig zouden zijn in het algemeen, kort te leven zouden hebben, wegens gebrek aan goedheid zouden ze kort aangebonden zijn. En hij kon dat voorzien, hoe de tijd zou verslechteren aan het begin van het Kali Yuga. En daarom ging hij bij zichzelf te raden hoe hij het welzijn der mensen in alle geledingen en orden het best gediend zou zijn. Tekst 19. Hij zag dat de offers vermeld in de Veda's middelen zijn waarmee de mensen hun activiteiten overeenkomstig hun positie kunnen louteren. Ten einde deze methode te vereenvoudigen, deelde hij de ene Veda in vieren om hem zo onder de mensen te brengen. Dus oorspronkelijk was er één Veda. En om het makkelijker te maken, heeft Srila Vyasadeva toen de Veda's in vieren gedeeld. Namelijk de Rig, Sama, Yajur en Atharva Veda. En dan zijn er nog de Purana's, het Mahabharat en de Samhita's, die als de vijfde Veda bekend staan. De oorspronkelijke tekst 20, bron van kennis, de Veda, werd in vier delen gescheiden. En de historische feiten en ware geschiedenissen vermeld in de Purana's worden de vijfde Veda genoemd. Nadat de Veda's in vieren waren verdeeld, werd Pallarishi de Rigveda-leraar, Jaimini de Sama-Veda-leraar en Vaisampayan de leraar van de Yajur, die overigens slechts zijn roem verheerlijkt. Dus betekenis, de verschillende Veda's werden aan verschillende geleerden toevertrouwd om door hen op uiteenlopende wijze ontwikkeld te worden. Tekst 22. Aan Sumantu Muni Angira, die zeer toegewijd was, werd de Atharva Veda toevertrouwd. En mijn vader, Roma Harshan, kreeg de Purana's en de historien onder zijn hoede. Dus Sutta Goswami is de zoon van Roma Harshan Sutta, die de Purana's en de historieën onder zijn hoede kreeg. Al deze grote geleerden, tekst 23, schonken op hun beurt de hun toevertrouwde Veda's aan hun vele leerlingen, kleinleerlingen en achterkleinleerlingen. En zo ontstonden de verschillende linies van volgelingen van de Veda's. Betekenis. De oorspronkelijke bron van kennis wordt gevormd door de Veda's. Er bestaat geen werkelijke kennis, hetzij werelds, hetzij transcendentaal, als ze niet op de oorspronkelijke tekst van de Veda's terug te voeren is. De kennis is slechts in verschillende vertakkingen verdeeld. Oorspronkelijk werd ze overgedragen door grote en hoogvereerde leraren, door de verschillende geestelijke erfopvolgingen in verschillende vertakkingen verdeeld, is de Vedische kennis over de hele wereld verspreid geraakt. Niemand kan daarom beweren dat de kennis waarover hij beschikt buiten de Veda's om verworven is. Nou, dat is ook heel interessant. Dus er was één Veda waarop alle kennis werelds of transcendentale kennis terug te voeren is. De kennis is slechts in verschillende vertakkingen verdeeld en die werden dus aangevoerd, de kennis in die verschillende vertakkingen door geestelijke erfopvolging en grote leraren. Maar alle kennis komt oorspronkelijk uit de Veda's. Zo gaf de grote Vyasadeva, tekst 24, die de onwetende massa uiterst welgezind is, de Veda's zodanig uit dat minder schrandere lieden hun inhoud zouden kunnen bevatten. Betekenis. De Veda is één en hier wordt verklaard waarom hij in tal van vertakkingen verdeeld is. Het zaad van alle kennis of de Veda is geen onderwerp dat makkelijk door een gewoon mens begrepen kan worden. Er bestaat een bepaling die luidt dat men de Veda's niet behoort te bestuderen als men geen bevoegde Brahmaan is. Deze bepaling is op vele wijzen verkeerd uitgelegd. Bepaalde mensen die zeggen dat ze Brahmanen zijn, omdat ze in het gezin van een Brahmaan geboren zijn,
beweren dat het bestuderen van de Veda's uitsluitend aan de kaste der Brahmanen voorbehouden is. Weer een andere groep mensen ziet dit als onrecht tegenover leden van andere kasten, die dus niet in het gezin van een Brahmaan geboren zijn. Ze zitten er echter beide naast. De Veda's betreffen aangelegenheden die zelfs door de opperheer aan Brahmaji moesten worden uitgelegd. Derhalve kunnen de Vedische onderwerpen slechts begrepen worden door personen van uitzonderlijke goedheid. Lieden die zich in de geaardheden onwetendheid en hartstocht bevinden, kunnen niet begrijpen waar de Veda's het over hebben. Het gaat er in de Veda's uiteindelijk om dat men Sri Krishna, de persoonlijkheid Gods, leert kennen. Deze persoonlijkheid wordt slechts hoogst zelden bevat door personen in hartstocht en onwetendheid. In het Satya Yuga verkeerde iedereen in de geaardheid goedheid. Tijdens Treta en Dwapara Yuga, dus nu hebben we het weer over die vier tijdperken waar we het zo even over hadden. Tijdens Treta en Dwapara Yuga nam de geaardheid goedheid geleidelijk af en raakte het gros van de mensen verdorven. In de huidige tijd is er bijna geen goedheid meer over en derhalve scheiden de goedhartige, machtige wijze ter wille van de mensheid in het algemeen de Veda in verschillende delen, zodat de minder intelligente personen in de geaardheden hartstocht en onwetendheid zich er in de praktijk van het gewone leven aan konden houden. In de volgende sloka wordt hier verder op ingegaan. Dus Srila Vyasadeva die verdeelde de Veda's in verschillende delen, zodat ook mensen in de lagere geaardheden een middel hadden om zich te kunnen verheffen, uiteindelijk. Omdat het begrijpen van de Veda's, daar heeft men heel veel goedheid voor nodig. En dat is nou juist wat er in het Kali Yuga natuurlijk ontbreekt. Tekst 25. Uit mededogen dacht de grote wijs dat dit de mensen in staat zou stellen het uiteindelijke levensdoel te bereiken. Zo stelde hij het grote historische relaas genaamd Mahabharata op schrift voor. En dan gaan we weer. Vrouwen, arbeiders en vrienden van de tweemaal geboren. De vrienden van de tweemaal geborenen zijn personen die in het gezin van een Brahmaan, Kshatriya of Vaishya geboren zijn. Of deel uitmaken van een geestelijk vooraanstaande familie, maar geenszins de schreden van hun verwekker drukken. Zulke telgen worden wegens hun tekort aan levenslautering van geringer niveau geacht. De louteringsactiviteiten beginnen zelfs al voor de geboorte. Met de Garbhadana Samskar, de zaadgevingsrieten. Er zijn in het leven van de Grihastha, van de mens, 10 samskars. Een samskar noem je een impressie. En het is een ceremonie om de ziel te louteren. Dus de louteringsactiviteiten beginnen zelfs al voor de geboorte. Dus voordat iemand geboorte neemt, hebben dan de ouders de zaadgevingsrieten. En wie niet in het kader van de Garbhadana Samskar geestelijke gezinsvorming ter wereld is gekomen, kan niet als lid van een familie van werkelijk tweemaal geborenen worden beschouwd. De Garbhadana Samskar wordt later door andere louteringsrieten gevolgd, waarvan de ceremonie van de omhanging van de heilige draad er één is. Dus de Brahmanen en ook de Kshatriya's en de Vaishya's hebben een heilige draad, die je zo om het lichaam kunt zien. Deze vindt plaats bij de geestelijke inwijding. Met name na deze samskar mag men terecht tweemaal geboren worden genoemd. De eerste geboorte voltrekt zich tijdens de zaadgevingssamskar, de tweede bij de geestelijke inwijding. Wie deze belangrijke samskars heeft kunnen ondergaan, mag een bona fide tweemaal geborene worden. Dus de eerste is van de ouders en de tweede is van de geestelijk leraar. Als de vader en moeder zich niet aan de methode van geestelijke gezinsvorming houden, maar hun kinderen slechts uit hartstocht verwekken, worden deze kinderen dvijabandhus genoemd. De dvijabandhus zijn beslist minder intelligent dan de kinderen van de gezinnen der werkelijk tweemaal geborenen. De dvijabandhus worden op één lijn gesteld met de sudra's en de vrouwen die van nature minder schrander zijn.
De sudra's en de vrouwen hoeven behalve de huwelijksrieten geen enkele samskaar te ondergaan. De minder intelligente mensenklassen, te weten de vrouwen, de sudra's en de ingebreken blijvende zoons der hogere kasten, beschikken niet over de nodige bekwaamheden om het bovenzinnelijke doel van de Veda's te doorgronden. Daarom werd ter wille van het Mahabharat van hen het Mahabharat geboekstaafd. Het doel van het Mahabharat is het doel van de Veda's kenbaar te maken. En daarom vindt men in het Mahabharat de essentie van de Veda, de Bhagavad Gita. Minder intelligente personen zijn meer in verhalen dan in filosofie geïnteresseerd. En derhalve wordt de filosofie in de vorm van de Bhagavad Gita gesproken door de Heer Sri Krishna. Dus de Bhagavad Gita verschijnt opeens midden in het Mahabharat. Een geweldig epos, geweldig verhaal. Geschiedenis over het oude India. Over het gevecht tussen de Kuru's en de Pandava's. En dat is een geweldig verhaal. Misschien dat ik in een vrouwenlichaam zit, dat ik het daarom zo'n prachtig boek vind. Maar daar middenin verschijnt dan opeens de Bhagavad Gita. De Bhagavad Gita behelst het wezen van alle Vedische kennis. Het is het belangrijkste boek ter zake geestelijke waarden, zoals de Upanishads dat in de Veda zijn. De Vedanta-filosofie is het onderwerp van studie van geestelijk gevorderden. Alleen degenen die hun geestelijk onderzoek hebben afgerond, kunnen zich in de geestelijke of toegewijde dienst van de Heer verbinden. Het is een grandioze wetenschap en de grote hoogleraar is de Heer zelf in de gedaante van Heer Sri Chaitanya Mahaprabhu. En personen die hij daartoe de macht verleent, kunnen anderen in zijn Heer een bovenzinnelijke liefdedienst inwijden. O tweemaal geborenen, hoewel hij zich inspande ter wille van het algemene welzijn van alle mensen, voelde hij zich nog niet tevreden. Srila Vyasadeva voelde zich dus, ondanks dat hij dat gedaan had, dat hij dus die Veda's in vieren had gedeeld en allerlei mogelijkheden had geschapen voor de minder intelligente mens van Kali Yuga, voelde hij zich niet tevreden. Zo begon de wijze, die zich in de grond onvoldaan voelde, zijn gedachten te laten gaan, aangezien hij wist dat het wezen der religie is, wat het wezen der religie is, en sprak bij zichzelf. En hier zegt Srila Prabhupada in de betekenis, de wijze onderzocht bij zichzelf wat de oorzaak van zijn ontevredenheid kon zijn. Men kan nooit tot volmaaktheid komen zolang men zich nog ontevreden voelt. Deze tevredenheid van hart dient men van buiten de stof te betrekken. Tekst 29. Ik heb, zegt Srila Prabhupada, terwijl ik me strikt aan mijn gelofte van zelfbeteugeling hield, zonder vertoon de Veda's, de geestelijke leraar en het offeraltaar geëerd. Tevens heb ik me aan de voorschriften gehouden en mij helaas in de vorm van het Mahabharat, waardoor zelfs vrouwen, sudra's en andere vrienden der tweemaal geborenen de weg der religie kunnen onderscheiden, de betekenis van de geestelijke erfopvolging laten zien. En dan gaat hij verder, tekst 30. Ik voel me onvolkomen, hoewel ik geheel voorzien ben van alles wat in de Veda's vereist wordt. Dus hij zegt, ik heb alles gedaan wat vereist was, maar ik voel me toch onvolkomen. Tekst 31. Misschien komt dit omdat ik niet duidelijk op de toegewijde dienst gewezen heb, die zowel volmaakte wezens als de onfeilbare Heer dierbaar is. Betekenis. Hier brengt Srila Vyasadeva zelf onder woorden wat hem mishaagt. Hij voelde zich vervreemd van de normale toestand van het leven, van het levend wezen als toegewijd dienaar van de Heer. Tenzij men hecht verankerd is in zijn normale staat van dienstbaarheid, kan nog de Heer, nog het levend wezen zich geheel voldaan voelen. Dit was het gemis dat hij voelde toen Narada Muni, zijn geestelijk leraar, bij hem kwam. Dat wordt als volgt beschreven. Dus hier, helemaal aan het einde van dit hoofdstuk, gebeurt dan wat er in de titel al van het hoofdstuk al wordt aangekondigd, namelijk de verschijning van Sri Narada.
Sinarada Muni. Dus om nogmaals te herhalen, tenzij men hecht verankerd is in zijn normale staat van dienstbaarheid, kan nog de Heer, nog het levend wezen zich geheel voldaan voelen. We kunnen ons alleen voldaan voelen door onophoudend toegewijde dienst te verrichten. Dat schenkt die tevredenheid, voldoening. Dan gaan we naar de laatste twee teksten. Tashaivam kilam atmanam manyaman nasya kidyata krishnasya narado byagat ashramam prak udaritam. Zoals eerder vermeld, bereikte Narada, juist toen Vyasadeva zijn tekortkomingen beschouwde, diens huisje aan de oever van de Sarasvati. De Sarasvati is een rivier waaraan Srila Vyasadeva, zoals we eerder hebben gelezen, hij nam daar 's ochtends zijn bad en hij peinsde over waarom hij zich niet voldaan voelde. En toen bereikte Narada Muni, terwijl hij daarover aan het denken was, zijn huisje aan de oever van de Sarasvati. Betekenis: de door Vyasadeva ervaren leemte was geen gevolg van gebrek aan kennis. Het Bhagavad Dharma is zuivere toegewijde dienst aan de Heer, waartoe de monist geen toegang heeft. De monisten worden niet tot de Paramahamsa's, de meest volmaakten in de wereldzakende levensorde, gerekend. Het Srimad Bhagavatam staat vol vertellingen over het bovenzinnelijk doen en laten van de persoonlijkheid Gods. Hoewel Vyasadeva een gevolmachtigde godheid was, voelde hij zich onvoldaan wegens de omstandigheden dat er nergens in zijn werken een behoorlijke beschrijving van het bovenzinnelijk doen en laten van de Heer te vinden was. Vyasadeva werd rechtstreeks door Sri Krishna geïnspireerd en daarom voelde hij de hierboven beschreven leemte. Hier wordt uitdrukkelijk verklaard dat zonder bovenzinnelijke liefdedienst aan de Heer alles leeg is, terwijl in het Heer een bovenzinnelijke dienst alles tastbaar wordt, zonder dat men daar nu met allerlei baatzuchtige activiteiten of speculatieve theorieën op aan hoeft te streven. Dus de essentie is hier heel duidelijk, dat hier wordt uitdrukkelijk verklaard dat zonder bovenzinnelijke liefdedienst aan de Heer alles leeg is, terwijl in het Heer een bovenzinnelijke dienst alles tastbaar wordt, zonder dat men daar nu met allerlei baatzuchtige activiteiten of speculatieve theorieën op aan hoeft te streven. Dan de laatste shloka. Tam abhigyaya sahasa pratyutta yagatam muni pujayam asavidivan naradam surapujitam. Bij dit heilrijk verschijnen van Sri Narada stond Sri Vyasadeva eerbiedig op en schonk hem alle achting die men ook Brahmaji, de schepper, toedraagt. Betekenis: Vidhi heeft betrekking op Brahma, de eerstgeschapene. Hij is zowel de oorspronkelijke leerling als leraar van de Veda's. Hij leerde ze als eerste van Sri Krishna en onderwees ze als eerste aan Narada. Daarmee is Narada dus de tweede acharya in de lijn der geestelijke erfopvolging. Hij is de vertegenwoordiger van Brahma en wordt derhalve bejegend met dezelfde eer die men Brahma, de vader van alle vidhi's, regels en bepalingen bewijst. Evenzo worden alle na hem volgende leerlingen in de erfopvolgingsketen evenzeer als vertegenwoordigers van de oorspronkelijke geestelijk leraar geëerd. Dus inclusief onze gurus, Srila Prabhupada en de hele erfopvolging. Die komen allemaal van Sri Narada, Vyasadeva, Brahma, waarover we hier dus nu hebben gelezen. Nou, dan denk ik dat we aan het einde zijn van dit hoofdstuk. En het is, zoals we hebben kunnen ervaren, is het vol met informatie. Laten we deze kans die wij krijgen om spiritueel ons voordeel te doen met niet, zeg maar, laten. Als er sommige dingen zijn die we misschien minder makkelijk kunnen aanvaarden, of waarvan wij denken van, nou, dit begrijp ik toch echt niet. Laat je er niet door weerhouden. Zet het even aan de kant. Ga gewoon verder. En dan kijk na een tijdje weer terug van, nou, hoe kijk ik er nu tegenaan? Want sommige dingen zijn inderdaad gewoon
ja, in deze tijd worden dingen zo anders beschreven om ons heen. Maar een beetje parkeer het en ga gewoon door. Dat zou ik willen zeggen. Ga gewoon door en dan over een tijdje kijk je weer terug. Kijk je van, nou, hoe kijk ik er tegenwoordig tegenaan? Dat zou ik willen meegeven. Laat je niet weerhouden. Nou, heel erg bedankt dat ik heb mogen spreken voor mijn eigen zuivering vandaag. We hebben voldaan aan de categorie kwaliteit waar we in het begin aan hebben gelezen. De kwaliteit van spreker en toehoorders. Ik denk dat jullie alle toehoorders zeker aan deze kwaliteit voldoen. Jullie zitten hier niet voor een persoonlijk gewin. Dus Jai, alle eer aan jullie. Hare Krishna.